Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Vanaf 21 oktober, 8 weken lang, elke zaterdagavond dus, de familiespelshow. Bij de NCRV op Nederland 1. 3 families spelen om de eer. Om hoe goed kennen ze elkaar. Misschien herkent u iets daarin. 2 kinderen en 2 ouders moeten elkaar bewijzen hoe goed ze elkaar kennen en elke situatie in het gezin kunnen beoordelen. We hebben een eigen showfamilie. Die doen niet mee naar de prijzen natuurlijk, die dingen niet meer naar de prijzen. De familie zegt er wel prachtige prijzen. En in datzelfde programma, in diezelfde show, een mooi amusement. Zanger, zangeres, een muzikaal interview en onze eigen showfamilie. Ze zijn nu aan het repeteren. Ja. Even. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik moet even afscheid van u nemen. Ze moeten repeteren. Tot 21 oktober bij de NCRV op Nederland 1. Binnenkort start de NCRV met de opname van Bullseye. Bent u een goede darter die iemand mee kan nemen om de quizvragen te beantwoorden en wilt u kans maken op mooie prijzen? Schrijf dan een briefkaart naar Bullseye, postbus 271, 1250 AG in Laren. Vermeld op die briefkaart in het kort iets over uw hobby's, beroep en leeftijd. Kortom, iets over uzelf. De jarige NCRV gaf de Nederlandse componist Ed de Boer opdracht tot het schrijven van een grote symfonie. Deze eerste symfonie met de bijnaam Uit het dagboek van Etty Hillesum krijgt zijn wereldpremière op zaterdag 28 oktober in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Kenneth Montgomery. Voor de pauze is Emmy Verheij de soliste in het vioolconcert van Brahms. Het begint om 8:15 s'avonds. Toegangskaarten kosten 15 gulden en zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Doelen. Houders van een CEP of 65-plus kaart betalen 12,50 gulden. Vanavond is er weer volop kijkplezier bij de NCRV. Om 7:50 Dinges, het spelprogramma waarin kinderen ouderen laten raden wat ze bedoelen. Dan stonden op het eerste vakje altijd vraag en dan stond er daarachter wat het allemaal zou kunnen zijn. En ook weer prettig geregeld met Anne-Wil Blankers en Peter Faber. Alle aanleiding toe met dat leidingwatervertegenwoordig. Nou, waar is die encyclopedie? Boven. Had het moeten weten. Hier beneden is het niet. Het natuur- en milieumagazin Ja Natuurlijk met Karin de Groot en Anton van Hoof. En om 11:15 ontvangt Ursel de Geer in een sfeervolle ambiance interessante gasten. Dinsdagavond bij de NCRV op Nederland 1.